Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe Let's Play. Dankzij Ubisoft mag ik Assassin's Creed 4 spelen, Black Flag, een nieuw deel, een nieuwe episode. Het wordt gewoon heel vet, lijkt mij. En na het intro gaan we lekker van start met deze Nederlands ondertitelde game. Dus zeker weten, veel kijkplezier. Okay, people, let's go to work. En we zitten hier in het menu van Assassin's Creed. En ja, het is gewoon een ontzettend goede game, denk ik. Het ziet er al heel verzorgd uit, vind ik. Dus laten we gewoon starten met een nieuw spel. Vaar weer uit, ouwe bonk. Ik word hier een ouwe bonk genoemd, dames en heren. Dat is wel netjes. Da Vinci, dat is mijn naam. Mijn naam staat helemaal ingevoerd. En hij is aan het opslaan. En dan gaan we weer verder. En dan hou ik even mijn mond dicht. Dat is wel zo netjes. Let's go. Opslaan. Ik heb het gevoel dat ik die gozer moet spelen namelijk. Nee, ik neem hem morgen terug. Oh, speel ik dit al? Oh, kijk nou joh. Ik speel dus al deze man, die piraat. We zitten al op een schip. Dat neem ik aan dat dit een schip is. En waar moeten we heen? We moeten naar het roer gaan. Nou, dat is makkelijk. Dat zit maar op één kant van het schip. En neem het roer over. Dat betekent dat we lekker mogen varen, jongens. Ik voel me net die Jack Sparrow nu eigenlijk. Roer overnemen. B. Oké, en nu? Wow, kanonnen afvuren. Vuur de kanonnen af door LT ingedrukt te houden en beweeg het balletje. Druk volgens om RT om te schieten. Oké, dat moet goed gaan komen, denk ik. Kijk hoor. Oh, kijk nou. Huppakee. Oh, fantastisch gedaan, jongens. We kunnen ook gewoon sturen nu. Oh joh. Paats. Zo, nice. Oh, wat gaaf gedaan joh. Ik kan het bootje ook ondergaan. Engelse vlag erop. Wat een details joh. Komt die aan? Ja, nu. Bam. Nice. Het is heel goed weer. Het lijkt net Nederland. Ze hebben Nederland nagebouwd. Zie je dat? Komt u maar. En schiet. Zo, dat gaat makkelijk kapot joh. Draaibassen afvuren. Oké, versnellen. Oh, met A kunnen we dus sneller gaan. Oh, ship. Breng vijandelijke schepen tot zinken. Dat is een wat grotere boot dan eerst. Oh. Oké, daar komt hij, jongens. We moeten hem denk ik een paar keer gaan raken. Hij is al aardig kapot, zie ik. Wordt net een spookschip zo. Hij komt nu recht op ons af, maar hij heeft zijn vuur ook gewonnen. Oh my god. Oh, dat is wel vet gedaan, joh. Oké, daar komt hij hoor. Gaat hij kapot? Klop. Nee, we moeten... Sturen. Hij gaat omheen. Wat is dat dan? Oh, ze gaan omheen. Oh, dat is creepy dit. Dat halen we denk ik niet. Ja, jawel. En yes, daar is hij. Grote schip is kapot nu. En dat betekent dat we het eerste stuk hebben gehaald. Kijk eens. Huppakee. Oeh. Gorbachev, ga weg. Je verraadt het. Oh, wauw. Dus ik speelde nou eigenlijk een gozer die eigenlijk... Ik speelde nou de bad guy, of niet? Dan weet ik het niet meer. Oh. Privateering, is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the king's navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sword of the navy's gentlemen.
For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need. Boy knocked. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. Inderdaad, dat is mannen, dat is mannenpraat. Ik wil een beschaafd leven, jongens. Zo moet iedereen denken. Hij heeft een toekomst, die man. Yeah, I reckon. To the most. Ze liggen ook zo charming bij, zo van, oh, kijk mij nou. No more than two. Promise me. Oh jee. Nou, moet hij gaan liegen? Oh, die moet je een keus maken. Nee. Zal ik gaan liegen of niet? Die vrouw ligt wel heel verleidelijk bij, van die man heeft eigenlijk geen keuze. Oh! Oh, wat gaaf. Het schip ligt aan duizenden. De Titanic is gezonken helaas. En nou moeten we kijken of we Jack Sparrow kunnen vinden. Of anders de Leonardo DiCaprio. En ik heb het gevoel dat we nu echt iets heel awesomes gaan zien. Houd RT om ingedrukt om sneller te zwemmen. Oh, wat gaaf. Ik voel me nou wel echt een piraatje. Als je ziet die kleding en van die twee van die zwaarden zie ik al achterop op zijn... Zo'n heupen, dan moet het ook weer heerlijk weer, blijft het heerlijk weer. En totaal anders dan deel 3. Deel 3 met die mooie, prachtige, nooit vergeetbare theaterscène die we zagen. Ah. En hij daalt neer. Oh, die fles! Oh, is dat een vriend van ons? Even kijken. Was it good for you as well? Oh. Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Nee, er zit niks in. Hé, hey, huppakee. Keep talking. Will you or won't you? Wow, een mooi gebied. Schitterend. You don't have that schitterend. Gold on you now, do you? Bloody fucking pirates. I'm on to you, Snigsby! Oh, je moet hem achterna gaan, of niet? Sluipmoordenaar! Damn, moeten we gelijk die sluipmoordenaar... On, daar heb ik... Echt waar? Bad start. Vind de sluipmoordenaar. Oké, okay. Dat wordt creepy. Prachtige omgeving, een beetje jungle-achtig, onbewoond eilandje. Klein beetje Tomb Raider achter, vind ik het ook wel weer. Om te freerunnen, RT ingedrukt. En ik denk dat de... makers nu zoiets hadden van, we laten nu eigenlijk zien hoe die setting is van die game. En echt ontzettend vet. En dan kan je al daar naartoe springen? Huppakee. Oh, dan gaan we hier ook doen. Gaaf gedaan dit. Gaan we hier erop klimmen? Kijk jongens, dat is Assassin's Creed. En dan geen gebouwen dit keer. Gewoon heerlijke bamboe safari huisjes en... bloemen en tropisch. Geweldig. Dat vind ik heerlijk dit. En een boomstam zie ik hier. Gaan we hier naar boven toe. Kunnen we hier... Oh, nice. Ik voel me net een apie, joh. Vind de sluipmoordenaar. Het begint toch gelijk met een hele vrolijke missie. En ik klim denk ik het hoogste punt op om die sluipmoordenaar goed te kunnen zien. Want je moet wel een beetje een overview hebben van... het gebied. En ik denk dat we hier nog wel hoger kunnen. Ja. Kunnen hier nog wat hoger? Ik denk dat ook de bedoeling is. We kunnen zelfs naar de top. Ik weet niet wat ik hier... of ik hier synchroniseren. Kijk. Dit kunnen we natuurlijk... Dit is bekend van Assassin's Creed. Prachtige oppervlakte. En dan komen we helemaal weer terug. Bij ons karakter. In-game. Prachtig is dat. Houd RB om naar voren te springen. En dan komen we niet in de hooibaal.
maar gewoon in een bosje. Oh, daar gaat die grote jongens. Verwaande vent. Verwaande vent, zeggen ze ook. Wat een prachtige Nederlandse ondertiteling. Ik vind het altijd prachtig. Verwaande vent. Die gaan we gebruiken, jongens. Verwaande vent. En dan ging hier, geloof ik... Je kan hier ook alle kanten op, jongens. Dat is ook weer Assassin's Creed. Je kan alle kanten op waar je heen wil. Het is gewoon een open wereld. En ik heb gehoord van vrienden die het spel hebben gespeeld... dat het een ontzettend grote wereld is. En hij heeft ook echt zo die Assassin's kleding aan al. Oh, nee! Au, 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 au. Dat ging niet goed. Dat ging niet helemaal lekker. Ook stenen beklimmen. Gaaf gedaan. Heel vet gedaan. Er is heel goed over nagedacht. Echt heel vet. We kunnen hier dit gebouw op. En ik sprong net een beetje verkeerd. Ik deed een beetje snel. Zo. En dan kunnen we hier naar boven toe. Want hoe hoger we komen, hoe beter. Want dan kan je misschien die synchronisatie weer doen. Het zou best kunnen dat we hier weer kunnen synchroniseren. Ja, kijk. We kunnen weer even over dit gebied kijken. En ik heb het gevoel, als je synchroniseert, dat was vroeger altijd zo, dat je dan de map kan verkennen. Dat je eigenlijk de mapkaart krijgt te zien op de totale map. Oké, dan gaan we weer naar... We gaan duiken. Kijk, gaaf. In het water. En hopelijk krijgen we die vent te zien, want we moeten nog steeds die vent achtervolgen. Daar... Oh. Nee! Nee, 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 nee! Oké, we gaan nu achterna, jongens. Hij heeft me een kogel afgeschoten. Ik had leven eraf. Het komt er nu langzaam weer bij. Dus dat is grappig dat ze dat hebben gedaan. En we moeten gelijk die vent vermoorden. Heel vrolijk. Leuke missie. Ja, dit is Assassin's Creed natuurlijk ook een beetje. En ik zie gelijk een zwijn wat zich helemaal stresst hier. We rennen op hem af. Daar gaat hij, hoor. Kunnen jullie hem uit? Ja, oeh, op een tak. We rennen hem achterna. Door de jungle. Dit gaat goed, dit gaat goed. We komen dichterbij. Nou ja. Oh, daar komt hij. En oh, kijk, nu gaan we gelijk aanvallen. Oh, huppakee. Dat moet een dode zijn. De naam is Thomas. Hij kwam gelijk online op mijn eerste kill in de game. Allemaal bloed. Oh jee. Die moet hem verstoppen natuurlijk. Of die legt hem mooi neer natuurlijk. Mooi museumstuk. Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. We gaan hem onderzoeken natuurlijk, plunderen. Zal hij zijn kleding? Ja, ik had al een vermoeden. If I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Ja, die gaat hij aantrekken. Ja, ik had al zo'n vermoeden. Ja, tuurlijk. Slim die roze. Dat is echt de assassin, hè? Net als Hitman een beetje natuurlijk. De oude vertrouwde Hitman. Wie kent Hitman nou niet? Kijk. Mr. Walpole, let's collect your reward. Badass. En gelijk vanuit het filmpje in-game. Krijg je nu... Oké, vet. Ik vind het echt ontzettend gave kleding. Moet je kijken hoe detailvol. Prachtig. Echt in zo'n soort van, nee, niet keizer, maar een, het ziet er gewoon vet uit. Bereik Havana. Oké, Havana zit op de kaart. Even gaan zoeken, we gaan even om ons heen kijken. Ik zie dat we weer overheen komen, maar daar is een verboden gebied. Dat is rood aangegeven. Ja, verboden terrein, oké. Dus daar moeten we sowieso niet heen. Laat ik dan even die kant weer terug op gaan, waar we vandaan komen. Want er staat namelijk wel een pijl. Die daar naartoe wijst ergens. Even kijken. Wat kan je hier doen? Mooi waterval. Mooi gebied weer, jongens. Misschien moet ik een keer op de start kijken. Op de mapkaart. Dan kunnen we gelijk eens even kijken. Want hier zie ik alweer voortgangstrekker. Herinnering 1. Oké, we zitten nu op herinnering 1. Op sequentie 1. Dus ook helemaal vernieuwd zie ik nu het venster. De Edgar... Of Edwards upgrades. Zwaarder set kunnen we upgraden, zie ik. En wat kunnen we nog meer? Pistolen, we kunnen dingen maken. We hebben een inventoris. We hebben uitdagingen die we kunnen doen. En een database. En ik denk dat als je op select drukt, dat je dan de mapkaart krijgt. Kijk, nu worden we iets wijzer. Even kijken, dit is waar ons poppetje is, Edward.
Nou, zoals je ziet, is het echt ongelooflijk niet normaal deze game. Als ik nu al kijk, als we nu al helemaal uitgezoomd zijn, hoe groot dit spel wel niet is, jongens. Dit is echt absurd. En ben je een Assassin's Creed fan? Ik vind hem tot nu toe heel anders dan de andere delen. En dat vind ik eigenlijk heel plezierig. Even kijken, snel reizen. We kunnen snel reizen. Meen je dit? Snel reizen niet beschikbaar. Oh, nou dan niet. En waar moeten wij naartoe? Want het staat nog niet aangegeven op de mapkaart. Misschien zie ik het over het hoofd. Rijk Havana. Ja, nou ja, we proberen maar wat. Ik ga maar een stuk lopen en dan kijken of we ergens kunnen komen. We kunnen denk ik niet naar het verboden gebied daar. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Alhoewel, nou, we zouden het wel proberen, kunnen proberen, maar ik denk niet dat het goed komt dan. En hier klimmen we even omhoog. Wat me ook wel gaaf lijkt is als je dit natuurlijk in first person gaat zien een keer. Assassin's Creed first person. Dan krijg je al een beetje die Mirror's Edge gevoel, vind ik. En Tomb Raider was natuurlijk ook... Ja, ik vond het... Je kan het natuurlijk niet echt heel erg vergelijken, maar... Ja, toch doe ik het wel. Omdat het is sowieso dezelfde uitgevers, dus dat is wel grappig. Maar, ja, Tomb Raider was eigenlijk... Ben ik nog steeds mee bezig, die game. Die is ontzettend gaaf, vind ik. In mijn ogen. Ontzettend goede game. En wat kunnen we daar? We hebben daar een kistje hier zo op de mapkaart. Kijk, en dat kistje, daar gaan we nu even naartoe. Dat is denk ik een secret. En die kunnen we beroven. En er zit 157... Kijk eens wat een hoop zooi erin zit, jongens. Dat zal wel iets te maken hebben met geld en alles. Nou, hier ga ik maar niet naar beneden. Dan ben ik waarschijnlijk dood. Dus we moeten even kijken of hier ergens... Oeh. Kunnen we niet nog verder naar beneden? Oké, prachtig. Netjes geland. En daar hebben we weer een soort van... Even kijken, een kampvuurtje. En nog een paar dozen en natuurlijk een kistje. En wat zien we nog meer? Een papiertje op een soort van... Het is een soort van vracht of zoiets. Allemaal vracht. Kan ik niet veel mee doen. Dus ik loop even naar het volgende kistje. Hallo meneer Kist. Allemaal te verstoppen hier zo, die kisten. Ik denk dat het hieronder zit, verscholen. En als ik het ziet... Denk het wel. Ja, kijk eens, een kistje. Beroven. Huppakee. Nou, zoals ik al zei, het is een open wereld. Ontzettend veel te verkennen. Ontzettend veel te doen. Ja, Assassin's Creed deel... Ik heb eigenlijk vanaf deel 1 heb ik eigenlijk al het spel gespeeld. Deel 2 ook. Als ik eerlijk ben, heb ik Brotherhood niet uitgespeeld en Revelations. En waarom? Omdat de games in mijn ogen tegenvielen. Ik vond het geen leuke game. En ja, ik weet niet hoe dat kwam. Dat is gewoon mijn mening. Ja, en Assassin's Creed 3 heb ik eigenlijk ook even gespeeld. Heb ik niet uitgespeeld, maar ik heb hem wel gespeeld. Vond ik een hele mooie game. Assassin's Creed was heel mooi gedaan. Je zag wel dat echt graphics waren gewoon echt sowieso verbeterd. Ja, en deel... Ik heb trouwens wel veel dingen gekocht. Zakhorloge, oké. Okay. En ik zie trouwens ook een fles. Een verstopte fles hier. Even kijken hoor. Hier. Interactie. Dat is grappig. Een fles aangespoeld. Nou, en Assassin's Creed 3 heb ik dus niet meer gespeeld voor de rest. En nu wou ik vragen... Aan Ubisoft van, ja, hoe zit het met deel 4? En toen zijn ze zo lief geweest om mij een spel uit te testen en te laten zien aan jullie. En jongens, hoe moet ik dit lezen? Er staat denk ik wel boven Hamburg. Het Duitse plaatje Hamburg en voor de rest kan ik het niet goed lezen. Nou ja, helaas. Het is wel een brief die ik heb gevonden. Rijk Savannah. Wel een prachtig gebied hoor. Moet je kijken, dat water en die weerspiegeling, jongens. Dit is echt ontzettend mooi. Prachtige game. Echt waar. Ik ben er nu al verliefd op. En nu moeten we hier naar boven zien te komen. En dan moeten we even kijken of we daar via het schip... Misschien wel, want zo kwamen we ook... Ja, dat moet denk ik wel goed komen op deze manier. Ja. Kijk, als dat schip er niet was, jongens. Net als deze palen. Als die hier niet stonden...
Had ik nooit zo makkelijk naar boven geklommen. En ik zie nog een kistje, ongeveer links van mij. Ik denk niet dat we hier op kunnen. Nou, er is wel een klein... Nee, er is geen klein opstapje. Dan gaan we hier even naar boven toe. En als we dat kistje hebben geopend, dan gaan we alweer de aflevering afsluiten. Maar ik zie hier nog iets. Villen. Een diervillen. Een bot, een wild zwijnhuid. Oké. Ik denk omdat ik dat misschien kan verkopen. Ik hoef tenminste niet te eten. Oh, en weer geld gevonden. Heerlijk. Nou, zo word ik langzaam rijk. Dames en heren, ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. En dat jullie alvast nu een indruk hebben over het spel van hoe en wat. Black Flag. Het vierde deel in de Assassin's Creed delen in reeks eigenlijk. Het is eigenlijk al deel... Kijk, deel 1, deel 2, Brotherhood, Revelation 3, 4. Als ik het goed zeg, zonder algemene uitbreidingen, is dit alweer het zesde Assassin's Creed deel. Dus dat is echt wel heel vet dat ze zo de serie positief uitmelken. Want elk deel wordt nog steeds gewaardeerd en wordt nog steeds meer verbeterd. En nu dus ook, het lijkt me ontzettend moeilijk om elke keer een andere setting te gaan bedenken. Maar nu dus... De pirateninstelling natuurlijk, Black Flag. Het was al aan de eerste trailer die we zagen op internet dat Black Flag een over de piraten thema kreeg. Een piratenthema. En nu dus speel ik hem eindelijk. En ik vind dat eigenlijk wel fantastisch, want de game is nog best wel recent. Ik hou alle woorden door elkaar. Dus vergeet zeker niet naar deel 2 te kijken, want ik ga deze game volledig spelen. En als het me niet lukt... Dan moet ik proberen niet te gaan ragen. Dat gaat me zeker lukken. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!